Hoi mensen, ik ben hier vandaag samen met Davy Verdorend. Davy gaat jullie even uitleggen welke manier hij nu gebruikt om het knopen van een elastiek, de dakrom eigenlijk op de elastiek te zetten. Nu dat we met de nieuwe hybride elastieken vissen, heeft hij daar toch wel iets heel mooi op gevonden. Davy, ik zou zeggen, waarom doe je dat eigenlijk en waarom is de reden dat je dit nu gaat aanpassen? Wel Jan, voor mij is de belangrijkste reden dat ik de dakrom nu in deze geval op de nieuwe hybride elastiek knoop. Ik heb graag, wanneer dat mijn dakrom op mijn elastiek zit geknoopt, dat wanneer hij in rust is, dat er geen enkele spanning van de dakrom op de rekker zit of andersom. Wat wil ik ermee zeggen? Dat als de knoop gelegd is, dat de dakrom niet in de rekker snijdt of in de elastiek snijdt. Dat wil ze. Waarom? Als die begint te snijden, ook in rust, dan moet je alle weken of alle twee weken echt grondig gaan controleren. En eigenlijk ben je dan verplicht om telkens malen een klein stukje van je elastiek te doen. En ja, als ik het al eens regelmatig vergeet, zullen andere vissers het waarschijnlijk ook wel vergeten. We kennen het allemaal. En als gevolg, als de eerste aanbeet zich voordoet en je geeft een kleine tik en de dobber blijft staan en de dakrom valt mee in het water. Ja, dat is niet leuk. Dus dat is voor mij een van de belangrijkste dingen die ik wil vermijden. Maar vooral ook dan omdat het koortje van de dakrom dan niet echt in de knoop zelf zit. Ja, dat klopt. In de voorlus van het knoopje. Ja, inderdaad. Ja. Dan ben je zeker dat er enkel en alleen spanning komt op die dakrom ten opzichte van de elastiek wanneer je een vis letterlijk aan het drillen bent. Wanneer dat de stokken in de foederaal zitten, het gerammel van het vervoer of transport, dan hebben we daar geen enkel verwijs naar van oei, er zit spanning op, moet ik niet elke keer als ik hem uitpak terug gaan controleren. Ja, slim gezien. Ja. Ik zou zeggen, doe er eens eentje voor en we gaan eruit leren. Hè? Ja, ik doe mijn best. Om te beginnen hebben we natuurlijk onze nieuwe hybride elastiek nodig, dan een van onze dakrons. Voor mij nog altijd de DuraSlip Elastic Silicone Spray. Waarom? Belangrijk. Ja, ik vind die belangrijk. Waarom? Ik heb al ondervonden, bij de hybride misschien minder, maar als je hem gewoon nat maakt en je wil je knoop goed aantrekken, heb ik toch de indruk dat die niet mooi, smooth, zoals de Engelsen het zeggen, aangetrokken wordt. En dat je voelt van, ja, hij komt op het einde op schokjes. Je bent eigenlijk ook je elastiek al aan het kwetsen voor je gewist hebben, door je knoop te leggen. Inderdaad. Een handdoek om nadien de vingers een beetje af te kuisen, een schaartje en dan een handig toeltje om de dakrom over de elastiek te schuiven. Dus we nemen de dakrom. Wat ik al doe is, ik trek het rubbertje van de dakrom en het koordje al van elkaar. Dan neem ik mijn elastiek. Nou, nu pak je de 1,6 mm. Ja, de 1,6 mm. Ja. Veronderstel dat het bij de andere maten gewoon dezelfde knoop zal zijn. Is identiek dezelfde. Ja. Het enige wat we dan gaan doen als je naar een grotere diameter van elastiek gaat, dat we naar een iets grotere dakrom gaan om de knoop te kunnen erdoor te trekken. Ja. Dus dan begin ik, als ik de elastiek heb en dan de dakrom, neem ik eerst het rubber van de dakrom, schuif ik hierover. Dan doe ik de elastiek over het ding. Dan trekken we de dakrom er al over. Of toch de rubber van de dakrom. Eigenlijk ook met de basis van eigenlijk de puntige kant van de dakrom naar de hengel toe. Ja, eigenlijk naar de hengel toe. Waarom doe ik dat, Jan? Dan ben ik, voor mij heel belangrijk, dan ben ik zeker dat het elastiek in het centrum zit van mijn topgaatje. Ja. Dat vind ik al heel belangrijk. Wat is het voordeel van dat hij in het centrum zit? Dan ben ik zeker dat hij in de top of tegen de teflonbussen niet aanschuurt. Dus minder wrijving, dus de rekker heeft meer zijn vrije beweging. Wat is er nog een voordeel aan als er veel wind is en je bent aan het vissen? En je steekt je topdeel onder water om wat meer controle te houden van de slag of dergelijke. Dan sluit hij mooi af. En als gevolg dat er, als je de stok uit elkaar doet, als je een vis aan het trillen bent, dat het water... Ja. Niet altijd op uw mouw komt gelopen. En het gewicht. Ja. Dus de dakrom rubber zit over de elastiek. Dan gaan we het touwtje van de dakrom eventjes openmaken.
En dan steken we eigenlijk gewoon het elastiek door het koordje van de dakrom, dat die er eigenlijk los over beweegt. En dan maken we een kleine lus. Dus eigenlijk niet meer dan de elastiek over elkaar doen. Wat doe ik dan? Draai ik er hem ene keer rond de hoofdelastiek en ik steek er hem langs achter door. Eén keer maar? Ja, één keer maar. Dus dan zie je eigenlijk, de knoop situeert hier. Ja. En hier is de vrije lus van de elastiek. Dan trek ik hem al een klein beetje aan. Dan nemen we een beetje van de siliconenspray. Zodanig dat hij mooi aantrekt. Trek je nog eens met de... Ja, struift er heel mooi tegen. Ja. Dus wanneer je de knoop mooi hebt aangetrokken... Dat is echt wel een fijne knoop. Het voordeel van de hybride elastiek is ook, van je kan hem onnoemelijk hard aantrekken. Met de siliconenspray gebeurt er eigenlijk niks. Je hebt geen scheuren. Ja. Dus het is echt perfect. Wat doe ik dan? Dan schuif ik de dakrom terug naar boven, zodanig... Voilà. Knoop je erin. Ja. Je kan altijd nog eens aan de knoop van de dakrom zelf trekken, doordat hij niet in de knoop zit, kan hij nog vrij bewegen, dus dat hij mooi strak staat. Ja, wat doe ik dan? Dan knip ik hem vrij kort af, maar niet te kort. Die zorgt er ook nog altijd een beetje voor dat het touwtje nog meer rechtdoor blijft staan. En voor mij, wanneer ik bijvoorbeeld op de karper aan het vissen ben en ik ga een cuppotje vullen, is mijn topset toch achteruit. Terwijl ik pellets of korrel of wat maden in mijn potje doe, dan zie ik ook het kleine stukje. Ja. Ja. Dan heb je ook een soort van zekerheid in je hoofd. Ja, dat de knoop toch niet zal doorgescheurd of doorgeschoven zijn. Het kan volgens mij niet, zeker bij de hybride niet, omdat er zit niks. Een andere volle elastiek zou het misschien wel kunnen, dat heb je wel eens. Vroeger, als je de knoop, dat hem kon doortrekken. Ja. Dat is nou net het mooie aan de hybride elastiek. Ik heb al dingen geprobeerd die je nu voordoet, dat... Ook het fijn aantrekken van die knoop, dat zou bijvoorbeeld met een holle elastiek ook niet gaan. Nee. Hij stropeert dan direct en deze schuift wel goed aan, maar stropeert toch wel goed dat hij niet loskomt. Als je nu achteraf, na enkele vissessies, toch twijfel zou hebben van misschien is mijn elastiek toch een klein beetje beschadigd, is het eigenlijk, hij is eruit. Achteruit kijken en je kunt je kan het perfect controleren. Dat is nog goed. Terug erin. Voilà. En je vist verder. Het is echt wel een klein knoopje. Het is echt een heel klein knoopje. Kan zowel met de dikkere elastieken dan... Ja, ik heb hier nu twee voorbeeldjes liggen. Dit is bijvoorbeeld gemaakt van de 1,8 hybride elastiek. Ook nog met de groene, kleinste dakrom die we op het moment in ons bezit hebben. En dan, om het grote contrast te laten zien, zelfs de dikste hybride, de 2,6, in een... Midden, de oranje dakrom, is onze middelgrote. We hebben nog één grotere, dat is een blauwe. Ja. Maar ik vind dat het niet nodig is. Je ziet perfect, het zit mooi in het centrum, de knoop zit mooi verstopt. Ja. En ik ben er nog altijd heilig van overtuigd, op 9, 10, 11, 12, 13 meter, de blauwe ten opzichte van de oranje, of de oranje ten opzichte van de groene, is gewicht. Ja, vooral vergeet heel veel mensen, zo in je hand voel je het verschil in, maar op een moment, vooral als je naar die 11 meter en half toe gaat, elk grammetje wat daar aan je hengel hangt te bengelen, is er eigenlijk te ver aan. En een windvanger. En een windvanger, dus inderdaad. Hoe kleiner dat we kunnen gaan in het dakrom, hoe minder gewicht, hoe minder wind vangen. Ja. Dus eigenlijk is de stabiliteit ginderachter, op en top. Ja, zeker en vast. Dat is mijn idee. Inderdaad, dat is wel heel schitterend uitgelegd. Ik zou zeggen, mensen, probeer het een keer. Ik ga het alvast doen. Deel zeker dit filmpje, dat andere mensen het ook te zien krijgen. Abonneer je op het YouTube-kanaal. En ik zou zeggen, Davy, dankjewel voor de uitleg. Graag gedaan. En, ik hoop dat jullie er alleszins nuttig gebruik van kunnen maken. Ja, dat gaan we lukken. Zeker doen. Dankjewel.